welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je vast aan de titel kan zien, heb ik vandaag een updated tatoeage video voor jullie. Ik kreeg namelijk laatst weer de vraag of ik daar een updated video over wilde maken. En ik heb deze vraag denk ik gedurende afgelopen maanden en jaren al best wel vaak gehad. En elke keer dacht ik, ik ga dat niet doen, want ik heb er al eentje opgenomen. En sinds die video heb ik er maar een paar bij. Dus ik was bang dat het zeg maar niet zo heel erg boeiend zou zijn. Maar ik heb er toch nog eventjes over nagedacht. Ik heb de vorige video bekeken. Die bleek dus echt al 4 jaar oud te zijn. Het was best wel cringe-worthy om die te kijken. Dus ik ga hem ook niet linken in deze video of in de beschrijving. Weet je, mocht je wel die video van 4 jaar geleden willen kijken, wees vrij om die zelf op te zoeken, maar ik ga hem eventjes niet in de beschrijving linken, want ja, ik zag er een stukje anders uit en de kwaliteit was een beetje anders. Maar goed, dus ik heb besloten om toch een updated versie van deze video te maken, omdat natuurlijk veel van jullie misschien 4 jaar geleden ons kanaal nog helemaal niet kenden en die video daar misschien gemist hebben. Dan ga ik dat jullie in deze video laten zien, dus blijf vooral kijken. Nou, ik merkte in de vorige video dat ik best wel veel praatte over waarom ik een bepaalde tatoeage had genomen en hoeveel die kostte en wat de prijs ervan was. En ik vond dat ik net iets te veel praatte, dus ik ga proberen dat in deze video een beetje wat te minderen, zodat ik niet alleen maar aan het bla 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 ben. Is dat niet het geval in deze video? Sorry, dan is dat gewoon mij. Als je al kijkt naar de intro en hoe lang ik nu al bezig ben voordat ik überhaupt iets heb verteld over tatoeages, dan denk ik dat het lastig gaat worden. Maar goed, ik ga mijn best doen. Anyways, genoeg gepraat. Ik ga beginnen met mijn allereerste tatoeage en die heb ik hieronder staan. Hij zit zeg maar net boven je BH-band en een stuk onder je oksel. En ik had gewoon iets van, ik heb zin om tatoeages te nemen. Ik ben eigenlijk altijd heel erg into tatoeages geweest. En ik had gewoon echt zo'n spontane bui van, ik ga er gewoon vandaag eentje zetten. En het is een sterretje geworden. Hij is echt heel erg klein. Ik zou zeggen ongeveer zoals dit. Super klein, heel erg simpel en hij was gewoon zo gezet en het is een sterretje omdat ik het gewoon leuk vond. Ik weet dat ik vroeger altijd wel iets had van, oh je moet echt een tatoeage nemen die echt een betekenis heeft. Het moet dit betekenen en het moet echt iets bijzonders zijn, maar daar ben ik inmiddels eigenlijk wel van afgestapt. Ja, ook als je kijkt naar dit sterretje, die heeft totaal geen betekenis en vond ik gewoon heel erg leuk en mooi. Dus ik heb iets ervan, er zijn geen regels. Als jij een tatoeage wil zetten omdat je tof bent, als jij een tatoeage wil zetten omdat je het mooi vindt, als jij een tatoeage wil zetten omdat je iets wil herdenken, weet je wel, dat moet allemaal gewoon oké zijn. En ik vind dat iedereen moet doen wat hij gewoon zelf wilt. Dus sterretje, ik vind hem nog steeds super leuk. Ik ben er ook nog steeds heel erg blij mee. Impulsief gedaan, maar ik heb er echt nooit van spijt van gehad. En ik vind gewoon de plek ook nog steeds heel erg leuk. Mijn tweede tatoeage is een bijzondere. Als je dus mijn eerdere tatoeage video hebt gezien, dan heb je die gezien op mijn arm. Dat is namelijk een zwaluw. Maar inmiddels is deze aangepast. De zwaluw die ik toen destijds heb laten zien, die is eigenlijk bijna helemaal weg, zou ik niet willen noemen. Maar er is een andere tatoeage soort van overheen gegaan. De tatoeage die ik destijds heb laten zetten, die was gewoon niet heel erg mooi gezet. De kleuren waren heel erg vaag geworden. En ik had gekozen voor lichtblauw en lichtroze. En dat zijn niet echt Larissa kleuren. En hij was ook gewoon heel erg vaag en gewoon echt niet meer mooi. En ik zat daar echt jaren mee. Ja, zelfs voor het opnemen van die vorige video was ik al niet heel erg happy erover. En ik heb er ook best wel lang spijt van gehad. Dus ik denk de enige tatoeage waar ik zeg maar het minst echt happy mee ben. Gek genoeg ben ik nog steeds niet compleet happy met dat stuk op mijn arm. En dat is best wel lastig. Dat moet ik echt eerlijk toegeven. Zoals ik dus zei, heb ik er dus al wat anders overheen laten zetten. Dat is ongeveer 2 jaar geleden heb ik er een, wel dezelfde zwaluw gelaten. Maar er zitten andere kleuren. Dus de lijnen zijn weer beter aangezet. De kleuren zijn wat donkerder gedaan, waar ik gewoon wat meer van hou. En hij is gewoon weer wat beter zichtbaar. Er zijn wat bloemetjes bij gedaan. Gewoon wat meer details. Maar als ik echt heel eerlijk ben, ik vind hem nog steeds niet geweldig. En ik weet niet helemaal zeker of er gewoon niks beters van te maken is. Of dat ik gewoon het resultaat toch niet heel erg mooi vind. Want ik vind dat de lijnen gewoon niet zo heel scherp meer zijn. Terwijl die echt pas 2 jaar oud nu is. Ik ben nog steeds wel heel erg blij met de zwaluw. En het idee dat ik voor een zwaluw heb gekozen, maar de uitvoering wat minder. Dus dat is nog even een project waar ik moet gaan kijken van op welke manier kan ik dit verbeteren. Moet ik misschien andere dingen eromheen doen. Maar dit stuk arm voelt voor mij gewoon niet als een onderdeel van mij. Alsof het gewoon niet Larissa is of zoiets. Maar goed, ik wil er niet een heel deprimerend stuk van maken. Maar ik wilde gewoon wel real zijn met jullie. En gewoon vertellen wat mijn ervaringen is met tatoeages ook. Toen kwam een tatoeage op mijn rug. Die zit hier, nee, die zit onder je BH-band. En dat is het logo van South Carolina. Dat is een staat in Amerika. Ik heb daar 5 maanden gewoond en ik heb er gewoon echt geweldige ervaringen aan. Dus ik had iets van, ik vind het leuk om vast te leggen. En dat heb ik echt letterlijk vastgelegd op mijn rug. En dat is gewoon een zwart-wit tatoeage geworden. Best wel simpel. Het is denk ik niet echt de meest geweldige of goede tatoeage, maar ik moet zeggen dat ik me vroeger daar nog niet heel erg mee bezig hield en dat ik heel lang op zoek was naar de beste artiest en dat ik gewoon iets had van ik wil een tatoeage en ik wil het nu. Maar ik ben er wel nog steeds echt super blij mee. Ook nooit, geen seconde spijt gehad van die tatoeage. Ik zie hem alleen niet heel erg vaak. Het zou trouwens kunnen dat ik in deze video de volgorde van de tatoeages niet 100% goed heb. Maar ik ga gewoon, de tatoeages zo goed mogelijk op volgorde van plaatsing af. Dus de volgende tatoeage is denk ik mijn liptatoeage. Die zit aan de binnenkant van mijn lip dus. En dat is een hartje. Ook deze is weer echt een super spontane tatoeage of een keuze geweest. Ik had van tevoren niet eens het idee om die dag een tatoeage te laten zetten. Maar ik ging gewoon naar de tatoeageshop. En ik had wel al eens gelezen over liptatoeages. Het leek me gewoon super vet. Dus heb ik gewoon een hartje in mijn lip laten zetten. En ik ben nog steeds echt heel erg blij mee. Omdat het een liptatoeage is, vervaagt het wel sneller dan een ander soort tatoeage. En hoe snel die vervaagt en op welke manier die vervaagt, dat verschilt per persoon. Want het heeft te maken met de zuurgraad van je speeksel. Maar ik moet zeggen dat het bij mij nog echt heel erg netjes erop zit. Ik heb me echt al heel erg lang. En nadat ik hem heb gezet, hebben Serena, Hester, mijn nicht, Maren, mijn nicht en Tara hebben hem ook laten zetten. En als je gewoon ze met elkaar vergelijkt, dan zie je ook dat bij de een is die mooier blijven zitten dan bij de ander. Ik denk dat het bij mij en bij mijn nicht nog wel het mooiste zit. Maar het verschilt dus echt super erg. En als je wil, kan je hem ook nog gewoon bij laten kleuren om hem gewoon weer netjes te maken. Het lijkt me heel erg leuk om aan de bovenkant, dus niet hier, maar echt aan de binnenkant natuurlijk ook iets te laten zetten. En gewoon iets geks of zo heb ik zin in. Ik dacht misschien is het leuk om iets van een snor of zo te laten zetten aan de binnenkant. Of een woord, maar dan echt iets geks. Echt iets super leems. Dat vind ik wel grappig om gewoon te doen. Dus ik zit eraan te denken om dat nog aan de binnenkant, aan de bovenkant dus te laten doen. Binnenkant, bovenkant, als het kan. Ik heb natuurlijk niet heel veel ruimte daar. Maar het lijkt me wel heel erg geinig om dat gewoon allebei te hebben. Want het is gewoon heel erg grappig om te vertellen aan sommige mensen dat je een liptatoeage hebt. Omdat het, wow! Oh my god, zo reageren ze dan. Maar eigenlijk is het gewoon een tatoeage. En net zo'n soort tatoeage eigenlijk als een andere plek. Maar hij zit gewoon aan de binnenkant van je mond. Dus ja, lang verhaal. Dat is die liptatoeage. En ik wilde heel graag nog eentje bij laten zetten. Lijkt me gewoon heel erg geinig. Laat me trouwens eventjes in de comments weten of je ook een liptatoeage hebt. Of misschien iemand kent die een liptatoeage heeft. En of je misschien een idee hebt wat ik aan de bovenkant zou moeten zetten. De volgende tatoeage is ook eentje die ik samen met Serena en Tara heb. En dat is het driehoekje op de achterkant van mijn arm. En het driehoek staat gewoon voor de zussenband. En dat ben ik uiteraard met Serena en Tara. Dus het leek me gewoon leuk om een driehoek te laten zetten. En ik ben op zich qua stijl altijd wel een beetje simpel en minimalistisch. Althans, dat denk ik. Dus daarom vond ik het gewoon leuk om er een simpele driehoek van te maken. En dat is het mij ook nog steeds. Bij Tara is die inmiddels verwerkt in een ander soort tatoeage. Maar dan zie je nog wel heel duidelijk dat het een driehoek is. En volgens mij wilde Serena, die heeft hem op de zij, die wilde er ook nog iets omheen laten maken. Omdat ze hem gewoon net iets te simpel vond. Ik vind het nog steeds wel grappig, gewoon een driehoek op mijn arm. Maar hij is wel echt inmiddels best wel lelijk geworden. Hij is echt, lijntjes zijn helemaal niet meer recht. De vorm is nog wel redelijk recht. Ik bedoel, je kan er echt duidelijk een driehoek in zien. Maar echt mooi kwalitatief? Nee, dat is die echt niet. Qua plaatsing was het misschien niet echt de meest handige plek voor als ik nog een keer iets anders zou willen plaatsen. Omdat de driehoek best wel groot is. En het is lastig om in iets te verwerken. Ik had nooit zeg maar eerder in gedachten om nog meer dingen op mijn arm te laten zetten. En dat heb ik nu wel. Dus dat is gewoon iets waar je tegenaan loopt. En dat komt wel goed, denk ik. Volgende tatoeage is er eentje die ik op mijn verjaardag... Nee, heb ik niet op verjaardag gezet. Anyways, dat is deze. Het is een 7 en ik wilde hem in het Times New Roman lettertype. Dat is echt gewoon het bekendste lettertype, denk ik wel, wat er bestaat. En dat vond ik gewoon heel erg grappig om het in dat lettertype te doen. En ik vond ook de 7 het mooiste daarin overkomen. Gewoon lekker simpel, clean, makkelijk. Dus dat is een 7. 7 is mijn geluksgetal en het herinnert mij gewoon eraan dat ik gewoon blij moet zijn met wat ik heb. En dat het gewoon goed gaat en dat ik gewoon gelukkig en gezond ben en dat ik daar gewoon heel erg dankbaar voor ben. Maar als ik mijn arm omdraai, dan lijkt die 7 ook een L en de L van Larissa. Dus dat is een beetje de reden waarom ik voor dit laatste type heb gekozen. En ook de reden dat je hem zo kan omdraaien. En ik vond eigenlijk deze plek gewoon heel erg tof. Omdat je hem toch nog wel kan verbergen met bijvoorbeeld een horloge of een armband. En dat vond ik in die tijd gewoon heel erg belangrijk. Om die mogelijkheid te hebben om dingen te kunnen verbergen. Ik ben nog steeds echt super blij mee. En je ziet wel echt dat hij een beetje vervaagd is geworden. Omdat het gewoon een plek is waar je veel langskomt met je kleding. Met een horloge die eroverheen gaat. Met je arm die misschien over een tafel schuift. Dus het is wel echt een plek waar hij een beetje versleten gaat raken, om het zo maar te noemen. Maar op zich is het nog steeds wel heel erg goed te zien. En ik vind het ook wel grappig dat heel veel van jullie het altijd opvalt dat ik er daar een tatoeage heb zitten. De volgende tatoeage zit ook op deze arm en dat is deze hier. Ik heb die in Singapore laten zetten toen we met A Wonder op reis waren. We zijn een week in Singapore en op Bali geweest. En toen we daar op Singapore waren, toen hadden we de mogelijkheid om tatoeage te zetten voor een van de afleveringen. Wat ik trouwens echt super leuk vond dat ze dat hadden gedaan. En ik heb ervoor gekozen om hier Shabby te laten zetten. Shabby is onze kat die een paar jaar geleden is overleden. Misschien heb je daar de video wel van gezien. Ik zal hem eventjes in het ietsje neerzetten. En Shabby was echt gewoon mijn bestie, mijn broertje. Ja, mijn alles eigenlijk. Oké, ik had niet door dat er iets omhoog zou komen. Maar goed, dus ter herdachtenis van Shabby heb ik zijn naam op mijn arm laten zetten. En ik vond dit gewoon een heel erg mooi lettertype. Het is niet een handgeschreven lettertype of iets dergelijks. Maar het is er gewoon eentje die ik via Dafont heb gevonden. Dafont.com is wel een hele fijne website waar je allemaal verschillende lettertypes hebt. En daar vond ik deze gewoon heel erg mooi. Ook wel heel erg passen bij Shabby vond ik zelf. Omdat Shabby een beetje echt zo'n scruffy cat was. Maar wel met een randje chicheid. En dat vond ik gewoon heel erg van dit lettertype ook. En ik vond het heel erg fijn dat je niet meteen heel duidelijk ziet van, oh, er staat Shabby of zo. Weet je wel, het is ook een tatoeage voor mezelf. Maar, dus ik vond niet per se dat het gelijk super duidelijk in de wijde wereld hoefde te zijn van wat er staat. Daar ben ik ook nog steeds super blij mee. Ik vind de plekken ook nog steeds heel erg gaaf. Zoals je ziet heb ik dus eigenlijk alles op mijn linkerarm gedaan. En ik wil hem eigenlijk ook nog steeds heel graag wat verder gaan bijvullen. En dat zal dus echt alleen op mijn linkerarm ook worden. Want ik blijf nog even bij mijn linkerarm. Want ik heb daar mijn laatste tatoeage. Dat is deze. Die heb ik afgelopen zomer laten zetten. Dat is een van de, of was het de eerste video? Ik weet niet zeker of de eerste video is geweest van onze Summer Goals. Dat is zeg maar een serie die we afgelopen zomer hadden gedaan. Die dus met goals tijdens de zomer te maken had. En ik heb dus deze tatoeage laten zetten. We zijn naar Amsterdam gegaan en gewoon op de zaterdag tijdens de walk-in heb ik deze laten zetten. En in dezelfde shop had ik al eerder mijn zwaluw tatoeage laten zetten. Maar die tatoeageartiest die is inmiddels terug verhuisd naar of Canada of Engeland. En in diezelfde tatoeageshop had ik namelijk al een tijdje een andere artiest op het oog die ik nog iets beter vond en nog iets mooier eigenlijk vond wat heel erg bij mij paste. En dat is Robert van der Broek. Dus ik heb deze tatoeage door hem laten zetten. Hij was gelukkig beschikbaar ook tijdens die dag, wat ik echt super fijn vond. En ik ging naar de shop zonder echt een idee te hebben van wat wil ik. En ik heb gewoon in het boek rondgekeken die daar lag met alle tatoeage-ideetjes en eerdere tatoeage die hij had gezet. Gewoon een beetje inspiratie te krijgen. Ik heb zijn Instagram account erbij gepakt om te kijken van wat wil ik, wat kan hij heel erg goed. En toen ben ik uiteindelijk gekomen op een vlinder. Deze heeft niet echt een hele grote diepe betekenis. Maar ik ben wel echt heel erg gek op vlinders. En altijd als ik een vlinder zie, dan heb ik daar een connectie. Of dan geef ik daar een connectie mee met mijn opa of oma die overleden zijn. Want als ik gewoon een vlinder zie, dan heb ik gewoon het idee van, oké, er kijkt nog iemand vanaf bovenop naar beneden, hoe het gaat met iedereen die nog wel gewoon op aarde leeft en dergelijke. Dus ik heb daar gewoon zo'n gevoel van. En daarom vond ik het ook heel erg mooi om een vlinder te laten zetten. En ik vind vlinders gewoon echt super mooi. Deze tatoeage, ik moet denk ik zeggen dat dit mijn favoriet is. Hij is zo mooi gezet. Hij zit er nu, even kijken, ruim een half jaar op. Hij ziet er ook nog echt heel erg mooi uit. En ik denk echt dat deze ook gewoon heel erg mooi houdt. En ik ben er gewoon super blij mee. Zo gedetailleerd. De lijntjes zijn lekker dun. En ik vind hem gewoon echt super gaaf. Ik ben er echt nog steeds onwijs blij mee. Geen dag spijt van gehad. En hij heelde ook echt heel erg snel. Dus ik heb ook echt zo'n idee van, Deze tatoeage die is gewoon nog steeds het mooiste. En hij heelde het beste en het snelste. En ja, dit is gewoon echt mijn favoriet. Omdat hij gewoon echt heel erg goed uitziet. Dus ik had ook laatst hem nog een bericht gestuurd van... Ik ben nog steeds super blij ermee. En dat dacht ik, misschien vind je dat wel leuk om te horen. En daar reageerde hij ook super leuk op. En ik denk dat mijn volgende tatoeage ook zeker weer door hem wordt gedaan. Want ik heb echt nog wel andere ideeën. Dus ik wil bijvoorbeeld iets van een paar rozen op mijn arm doen. Om zeg maar deze arm met de zwaluw wat meer compleet te maken. Dus ik heb nog wel echt ideetjes om deze arm wat meer op te vullen. En hopelijk de zwaluw en de tatoeage een beetje met elkaar te verbinden. Zodat het gewoon wat meer één wordt. En zodat ik hopelijk wat beter gevoel krijg over de tatoeage die op die arm zit. Ik weet niet of dat echt een beetje duidelijk overkomt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze updated tatoeage video te zien. Of gewoon als dit je eerste tatoeage video is. Ik hoop dat je het leuk vond om hem te zien. Tara heeft een tijdje geleden ook nog een video opgenomen over haar tatoeages en piercings. Inmiddels zijn er wel nog een paar bijgekomen. Dus haar video is ook wat ouder. Maar ik zal hem eventjes in het i'tje zetten. Mocht je daar benieuwd naar zijn. En wellicht dat zij over een tijdje ook nog een updated versie gaat opnemen. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Laat me vooral eventjes weten wat je van tatoeages vindt. Welke tatoeage van de paar die ik heb jij het leukste vindt. En laat me even weten of jij gewoon nog tatoeageplannen hebt. Ideetjes, wat dan ook. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te horen van jullie in de comments. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen als je hem gezellig vond. En natuurlijk ook niet te abonneren op ons kanaal als je vaker video's van ons wilt zien. We plaatsen er 2 keer in de week. Nu zie je mij alleen, maar meestal zie je ons samen. En met ons bedoel ik Tara en mij. Maar zij is momenteel nog op vakantie. Dus vandaar dat je mij in mijn eentje ziet. Maak er een hele fijne dag van of avond wanneer je dit ook kijkt. En ik zie jullie heel snel weer in de volgende. Doei!